spreek even na met Katie van ter Gouw. Zij heeft mijn Tesla Model X geleend. En ze was een elektrische rijder, had ervaring daarmee. Want je reed met een, waar ben je mee gewend? Met een BMW i3. Ja, dus je hebt overal door Nederland gereden en je weet gewoon hoe je eigenlijk zo'n ding oplaadt. Ja. Dat was me wel bekend. Ja, dus je ging naar Engeland. Nou, daar kunnen we een hoop van leren als Tesla-rijders en überhaupt ook gewoon met EV. Allereerst, hoe was het om een Tesla te rijden vergeleken met een i3? Veel meer gemak. Dus veel meer technische snufjes. Alleen al het feit dat die achterdeuren zo omhoog gaan. Dat hele bord. De snellaadpunten die je gewoon kunt zien. In plaats van dat je alle laadpunten ziet, kun je alle laadpunten, of tenminste zie je gewoon alleen de superchargers, heet ja. dat dan. Ja. Dus dat was echt een verademing, want daar was ik altijd naar aan het zoeken en dan moest ik weer een app downloaden en dan werkte dat weer niet en dan kwam je daar en dan deed de laadpaal het heel vaak niet. Mm-hmm. En dan was je echt enorm aan het stressen, want dan had je nog maar 30 kilometer in je auto zitten. Dus dan moest je uiteindelijk kwam je dan toch bij een langzaam laadpaal terecht en dan stond je daar weer uren. Dus het supercharger netwerk en de integratie daarvan in de navigatie was heel goed. Hoe vind je het rijden, als je dat vergelijkt? Ja, heerlijk. Ik heb echt genoten. Alles zit gewoon lekker. Ja. Je trekt lekker op, alhoewel dat met die BMW 3 ook prima is. Ook prima is, dus dat gaat ook wel lekker. Hoe vond je autopilot? Super lekker. Dat was echt een hele ervaring. Ja, dus... Ook heel gek. Ja. Maar, en ook als je aan de linkerkant van de weg gaat, dat gaat ook net zo makkelijk? Was even wennen, maar... Nee, maar met autopilot. Ja, dat was eigenlijk gewoon precies hetzelfde dat je in een gewone auto rijdt. Dat maakt niet zoveel uit. Gewoon links rijden moet je even wennen. Okay. Maar nou, op een gegeven moment ben je toch nog gewoon... heb je de Engelse AWB moeten bellen en jij bent weggesleept naar een lader. Waarom was dat? Oké, met de BMW i3 had ik nogal heb ik redelijk vaak nog thuis of ergens als ik ergens op bezoek was nog thuis aan de laadpaal gehangen, omdat ik zo'n snoer achterin had liggen en dat ging altijd prima. En toen ik bij jou wegreed, toen liet je mij ook dat snoer zien, zo van nou die heb je ook nog. Dacht nou dat is mooi. Ja. Dus wij reden in Engeland en zo'n rit duurt gewoon heel lang en dan sta je ook nog ergens vast en. Wij wilden gewoon heel graag daar zijn. Je ging naar een begrafenis toe. Ik ging naar een begrafenis van wie? Van Polly Higgins. Polly Higgins, advocaat, een bekende advocaat die bezig is met wetgeving rond. Ja, met ecocide wetgeving. Dus sinds een jaar of 10 heeft zij zich bezig gehouden om ecocide als 5e internationale misdaad ingesteld te zien krijgen. Mm-hmm. Dat was haar missie en daar heb ik haar bij ondersteund. En helaas is zij, 6 weken geleden kwam zij erachter dat ze ernstig ziek was. En belde ze me op en zei ze, de artsen zeggen dat ik nog 2 tot 6 weken te leven heb. En in één keer ging het heel hard en was ik onderweg naar haar toe met het idee dat ik haar voor de laatste keer zou zien. En ik werd gebeld in de trein of ik kreeg een appje. Het gaat nu wel heel hard achteruit en waarschijnlijk is het nog maar een paar dagen... Misschien zelfs maar een paar uur. Dus toen dacht ik, dan ga ik hem misschien net redden. Ja. En een half uurtje later kreeg je een berichtje dat ze al over was. Ja, dus ik kan me helemaal voorstellen, je wilde graag naar die begrafenis toe. Dat was ook heel indrukwekkend. Ja. Maar dus toen heb je net een beetje te weinig geladen. Want je kwam aan met hoeveel kilometers? Met 7. Ja, maar dat kwam, we waren verkeerd gereden. We waren in eerste instantie, we kwamen wel langs een supercharger, maar dan moesten we nog best wel omrijden. En wij wilden gewoon heel snel daar zijn. Zo zie je maar haastige spoed en zo. Dus wij dachten, ik ga gewoon daar opladen. En wij kwamen daar, maar je zit natuurlijk met die Engelse stekkers. Ja. En dat werkte niet. Dus we hebben de Tesla service gebeld, super behulpzaam. We hebben alles uit de kast getrokken, van alles geprobeerd. Ja. Maar het was niet gelukt. En de conclusie was, oké, we moeten dus de Engelse variant van ANWB bellen. Mm-hmm. Dat hebben we gedaan. En toen Want de dichtbijzijnse gewone laadpaal, die was 16 kilometer of zo, hè? Of 16 mijl. Nee, het was heel tragisch. Het was 12 mijl. Ja. En we konden nog maar 7 kilometer, dus dat was een beetje jammer. Dus dat ding, toen uiteindelijk de volgende dag heb je dus die heb je zo'n oplader gekregen van de AA. Nou, nee, niet eens. Want ze hebben ons getoond, gesleept. Gesleept? Ja.
Maar ze hebben toch opgetrokken op zo'n ding, ja, op zo'n brug, zo'n auto? Ik noem dat slepen, maar... Nee, slepen, maar ze hebben niet gesleept. Nee, ze hebben echt gewoon opgetrokken op zo'n wagen met aanhanger. Maar waar we dus ook achter kwamen, is daar moet je dus ook wel elektra voor hebben. Want als hij in de rem staat, dus ik bedoel, je kan gewoon niks met dat ding. Nee, de 12 volt accu was ook leeg. Ja, dus, maar we hadden nog 7 kilometer. Dus het was, op dat moment was het nog oké. Okay. Toen hebben we dat ding op die wagen gereden. En overigens kwam die pas heel laat aan. Dus het was allemaal stress. Want ze zouden om 7 uur 's ochtends zouden ze bij ons zijn. Uiteindelijk waren ze om 9 uur. En de begrafenis was om 10 uur. Oh nee! Ja, dus het was echt heel erg. En toen 30 minuten daarvoor... het was 30 minuten rijden vanaf de plek van de lader naar de begrafenis. Ja. Nou ja, we kwamen op de plek van de lader. Wat bij een prachtig hotel was trouwens. Overigens een hele leuke Tesla-ervaring is... dat bijna overal waar je komt om te laden... heb je lekkere toiletten. En, ja, het is echt, dat is ja, die echt superchargers zijn op leuk. Hele goede plekken. Ja. Echt, daar word je echt heel blij van. Ja. Dus dat alleen al was een hele ervaring. Al die leuke plekken waar je komt. Waar was ik met mijn verhaal? Ja, en toen zat je dus 30 minuten bij dat hotel aan de lader gehangen. Ja. Dus we kwamen bij dat hotel aan. Maar toen kwam het dus. Toen moest hij dus van die car af. Ja. Nou, toen was de elektra op. Oh mijn god, ja, dat is dus, echt... En toen dachten we echt, ja... En, nu, en was het scherm nog wel wit? Nee, niks. Nee, dus toen moest de 12 volt batterij die moest opgeladen. Ja, oh, dus, vreselijk. Maar stonden we redelijk vlakbij die Tesla-paal. Ja. Dus toen hebben we gewoon, terwijl die op die wagen stond, hebben we die dat ding gepakt. En hij paste net op zo'n stukje. Het was op zo'n stukje dat die... Net paste. Ja, dus toen hebben we hem op dat ding hebben we hem opgeladen. Toen, toen heb ik er, nou ja, niet eens 1 kilometer, want het duurde ontzettend lang, erin gedaan. En toen heb ik geprobeerd inderdaad. Ja, toen deed hij het. En toen konden we hem van de rem afhalen, konden eruit. Toen hebben we hem ingeparkeerd. En toen hebben we een stekker gedaan. Ja. En we hadden iemand bij ons die met ons mee was gereden. Ja. Met een gewone auto. En toen reden we met haar mee naar de begrafenis. En toen kwamen we om 9:45 kwamen we aan. Het begon om 10:00. Ja, en de kerk was vol. De kerk was helemaal vol. Jij kwam uit Nederland. Ja. Je ging met je grote vriendin van je begraven. Grote en je was te laat dankzij het laden van de Tesla. Ja, het was heel... het was een gigantische combinatie van factoren. Ja. Dat zij te laat waren. Dat te snel, dat je niet even die supercharger een kwartiertje had meegenomen. Ja. Maar weet je, het was ook wel weer op zijn polly's. Want ik had met Polly had ik altijd dit soort dingen. Dus het was ook wel weer heel erg. Het paste ook wel weer heel erg bij de situatie dat ik naar haar begrafenis ging. En dat we dan weer zoiets mafs meemaken. Ja, je bent niet boos. Nee, het was. En het was ook best wel mooi, want we kwamen daar buiten. Oké, ik ging die kerk niet in. En ik bedoel, er was een plek voor me gereserveerd vooraan. Nou, daar kon ik allemaal niet bij. Dus ik heb buiten geluisterd naar Ian, Polly's man, en naar Jojo en naar nog een paar mensen die hele mooie woorden spraken. En, ja, want die Polly is wel een hele bijzondere activiste. Hè? Die had dus ook echt een hele groep mensen om zich heen verzameld. Ja. En die wetgeving om, zeg maar, hoe noem je dat ook alweer? Ecocide. Ecocide te voorkomen, die gaat die gewoon door. Die poging om daar de Verenigde Naties, geloof ik, moet dat... gaan aannemen? Nou, of, het gaat erom dat het is bij de Verenigde Naties ingediend. Ja. Maar het gaat er nu om dat er een één staatshoofd is of staat die een amendement indient. En dan kan er over gedebatteerd worden. Ja, en nou ja, dan is het een kwestie van intekenen. Ja. En als 2/3 van alle landen die lid zijn van het internationaal strafhof in Den Haag hebben ingetekend, nou, dat komt neer op zo'n 83 mensen, dan is deze wet er. Dus dan is het bij wet is het verboden om ecocide te plegen. Dus lijkt mij een heel goed plan. En sterker nog, ooit was dit bijna het geval, want het heeft in het concept van het Statuut van Rome gestaan in 1996. Oh. Maar dat is er door officieel drie landen is dat eruit gehaald. Welke? Nederland, Engeland en Frankrijk. Ja, dus we hebben wat goed te maken. Nederland, Engeland en Frankrijk? Ja. Ach. Niet Amerika? Nou, Amerika zat erachter, maar was niet is niet een lidstaat van het internationaal strafhof. Nee, die zijn er inderdaad niet bij betrokken. Maar die hebben heel veel invloed. Ja. Dus we noemen ze wel als degene die het tegengehouden heeft. En alle andere landen waren voor, maar dit is op een hele slinkse manier is dit eruit gehaald. Die strijd die gaat gewoon door. Ja. Heb je ook genoeg tools? Heeft ze ook genoeg tools achtergelaten om dit te kunnen doen? Ja, dat is wel heel bijzonder. Want het is net, ze heeft net een goede basis achtergelaten voor ons om op verder te gaan. Dus we hebben een goed juridisch team
die nu met bepaalde onderzoeken bezig is. Daar heb ik ontzettend veel vertrouwen in. Ja, maar er moet enorm gelobbyd worden om 80 landen zover te krijgen die hiervoor gaan tekenen. Is er al iemand gevonden die het amendement wil indienen? Ja, dat lobbywerk, dat is eigenlijk de tweede fase van de campagne. De eerste fase is dat we inderdaad dat het amendement wordt ingediend. Ja. En ja, er is een welk land gaat dat worden? Vanuatu is heel erg geïnteresseerd. Klein eiland. En sterker nog, zij willen alle andere kleine eilandstaten die niet lid zijn van het internationaal strafhof, dat zijn er om en bij 25, willen ze ook meekrijgen om lid te worden. Okay. En dat is natuurlijk fantastisch, want dan heb je meteen 25 landen die klimaatverandering voelen. Okay. Ja. En die lopen inderdaad op voor. Hey, wat is de website van dit project? www.stopecocide.earth. Stopecocide.earth. Yes. Okay, en heel wat goed. Wat je dus kan doen is, en daar is de campagne op gebaseerd, dat je een officieel erkend aardebeschermer kunt worden. Ja. En je doneert dan een bedrag van minimaal €5. Voor de kleine eilandstaten is dat overigens gratis, want dit zijn landen die heel anders zitten in de financiën dan wij. Ja. Dat gaat anders. Met dat geld worden de juridische stappen die er genomen moeten worden, de juridische ondersteuning voor die landen, want die landen zijn vaak heel arm, dat regelen wij voor hun. StopEcocide.org. Earth. Yeah. Hey, nog even, wat heb je nou geleerd over laden met grote afstanden, Katie? Nergens van uitgaan. Altijd zeker voor de zekerheid gaan. Dat ja, niet voor de snelheid op korte termijn. Niet voor korte termijn. Ja, net zoals voor de aarde. Niet voor korte termijn. Nee. Altijd even langs die supercharger. Even 100 kilometer extra doen. Niet op 7 kilometer uitkomen. Ja, dat is wel spannend. Dat wel, als je dat leuk vindt. Maar, hey, nog even een tip die je had voor bij Calais. Als je bij Calais, daar is een supercharger, maar daar moeten we even iets over weten. Ja, als je de trein neemt van Calais naar Engeland. Ja, dus we zijn van Calais naar Engeland gegaan inderdaad. Dus in eerste instantie ga je de douane door en daarna kun je laden. Ja. En toen kwamen we aan in Engeland, nou ja, daar moesten we uiteraard niet te laden. Maar op de terugreis konden we in Folkestone laden. Maar toen ging onze trein al vrij snel. Ja. Dus toen hebben we hem eruit gehaald met het idee van, nou, dan gaan we in Calais verder met laden. Maar die vlieger ging niet op. Want wij kwamen in Calais aan en toen dachten we, nou ja, inderdaad, we gaan laden. Maar we moesten dus eerst weer langs die douane. Wat niet tot de opties behoorde. Nee. Dus dat hebben we nog even nagevraagd. Oké, dus die supercharger die zit binnen de douane. Dan moet je eigenlijk al de douane doorgaan. Ja. En dat kun je alleen maar op de heenweg doen naar Londen toe. Ja. Naar Engeland toe. En niet op de terugweg kun je niet laden in Calais. Nee. Niet. Nee. Punt. Nee. Kun je ook niet omrijden, kan gewoon niet. Nee, we hebben het allemaal geprobeerd. Maar onze bevindingen waren van niet. En ik neem aan dat ook geldt voor Engeland. Andersom. Dus als je van... aan de andere kant is daar ook vlak in de buurt bij een supercharger, zeg maar. Ja, dus je hebt bij Volkswagen heb je bij dat ook. Ja, dus, maar dan moet je ook eerst door de douane, of ik neem aan, ik heb dat ervaren, ik weet dat. Ja, je moet eerst door de douane. Dus dat is even belangrijk dat je dat niet denkt dat je op de terugweg dat even kan doen. Oké, maar je bent toch gewoon vrijgekomen en de trein is leuk met de Tesla, dat gaat ook goed, prima? Heel erg leuk, ja, dat was ook echt een ervaring. Dat ging ook allemaal, dat ging heel soepel. Ja. Kost dat een kost dat een retourtje? Dat is goedkoper. Dat is, sowieso zaten we met z'n drietjes in de auto, maar gewoon voor je auto betaal je £84. Dus, voor een retour of enkele reis? Retour. Dus het is echt, 120 super. Euro, 60 euro voor drie mensen. Ja. €100 tegenwoordig, volgens mij. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dus en ze heeft weer een hele hoop geleerd. Geen shortcuts. Ja, er is ruimte genoeg, supercharge genoeg om naar Engeland te gaan. De trein is hartstikke leuk. Maar let gewoon op, niet voor de korte termijn gaan, voor de aarde en voor laden.